Goedendag. Oh. Zou ik misschien even mogen douchen? Ben je niet helemaal lekker of zo? Wat denk je zelf? Goedendag. Ik heb een beetje een brutale vraag. Mag ik misschien even douchen? Ik heb mijn eigen handdoek bij me hoor. Nou ja, kom maar. Heerlijk. Dat was een lekkere douche. Maar het is wel een beetje ouderwets. Het is niet zo duurzaam. Wist u dat u vanaf 2018 veel duurzamer gaat douchen? Kijk, het is eigenlijk heel simpel. Voor de productie van benzine, diesel en kerosine verwarmt Shell in Pernis ruwe olie tot wel 700 graden. Aan het eind van dit proces blijft warmte over die geschikt is om Rotterdamse huizen mee te verwarmen. Die warmte heet restwarmte. Het warmtebedrijf Rotterdam gebruikt de warmte uit de fabriek om water te verhitten tot wel 120 graden. Met dat water worden straks 16.000 woningen verwarmd en voorzien van warmte voor douche en bad. Daarvoor heb je dan geen cv-ketel nodig. En samen brengen jullie dan de CO2-uitstoot omlaag. Word ik toch al een groene Rotterdammer? Zo gaan we de toekomst steeds slimmer om met onze energie. En we hebben het niet eens in de gaten.